Wat hier te zien is, is de plek waar de tekst uit de Bijbel straks wordt weergegeven alsof ze gekapt is in een marmeren plaat. En die tekst heeft natuurlijk betrekking op de voorstelling. De Bijbeltekst die wordt omgeven door een gouden koord, waarvan hier de aanzetten al te zien zijn. En dat alles, die marmeren plaat met dat gouden koord, wordt weer omlijst door de cartouche. En deze cartouche die is een eigentijdse variant op wat in de 16e, 17e eeuw gebruikelijk was. Als je een belangrijke tekst moest inlijsten, namelijk door haar te omgeven met een lijst van rolwerk, zoals we dat noemen. En rolwerk is, eigenlijk zegt het woord het al, iets wat omdraait, waar dingen doorheen gestoken worden. Dingen die vastgebonden worden met riemen, omkrullende partijen, natuursteen, andere materialen. Daar heb ik dus op gevarieerd met mijn eigen ideeën. In die zin dat de Bijbeltekst omgeven wordt door het wrakhout van alle dag. Waarbinnen dan weer wortels en twijgen doordringen via een luikje met een pianoscharnier. En vastgehouden worden door leren riemen. Deze twijgen en wortels die behoren bij de boom van het leven, die hier te zien is naar boven toe, waar de vier seizoenen tegelijkertijd zijn afgebeeld. De nis waar deze schildering op wordt aangebracht, die kenmerkt zich door grote partijen baksteen afgewisseld met natuursteen. En zo herhaalt zich dat tot over de volle hoogte van 10 meter. In mijn ontwerp ga ik uit van een gezichtsbedrog dat erop neerkomt dat hier consoles zijn geschilderd die doen alsof ze uit deze natuursteenblok tevoorschijn komen. Die consoles worden natuurlijk ondersteund, zoals hier te zien is. En hier zie je ook al het eerste beeld wat daarop gedacht is, in dit geval Mozes. Er komen 8 beelden op 8 consoles. In een laat stadium, om precies te zijn vorige week, dus eerste helft september, is gedacht aan het toevoegen van Libuinus. Libuinus en Liutger. En ik heb bedacht dat het een idee zou zijn om hier, waar nu nog de schetslijnen te zien, Libuinus te plaatsen aan de lichte kant van de schildering. Hier zien we de boom van het leven, die tegelijkertijd de vier seizoenen laat zien. Links de lente, dan de zomer, de herfst en de winter. De baksteen van de dagkant heb ik geslepen, schoongemaakt dus, vervolgens gefixeerd, zodat ik niet in de komende 200 jaar alsmaar baksteen geruis over mijn schildering zie komen. Hier is het Isaïas. Ondergrond van de lucht. De voering die nog niet is ingevuld. En hier hebben we het tapijt. Dat bestempeld is met schablonen. Om een zo groot mogelijke regelmatigheid. En ook tegelijkertijd een zo groot mogelijke gevarieerdheid te krijgen. De gele grote patronen die worden nog met goud opgelicht, daar waar ze straks licht vangen. Dit is een schets van de guirlande. En goed gekeken hebbend naar de Italiaanse fresco's,
heb ik geïmiteerd wat zij ook doen, namelijk daar waar het gebladerte het dichtste is, eerst zwart voorleggen en daar overheen met een enkele veeg de groene blaadjes. Natuurlijk moet dit nog worden uitgewerkt en dit is geen bloemkool maar een druiventros. Deze linten die worden blauw, donkerblauw. Je ziet nu de lichtste kleur als meest lichtvangende onderdelen. Het wordt afgebiefd met goud. Daar waar het licht echt opvangt, daar komt bladgoud. En voor de rest wordt het geschilderd alsof het goud is. Hier is Augustinus in schets afgebeeld met zijn werk op de schoot liggend. Op een manier zoals het helemaal niet hoort, een opengebroken boek. Hij heeft geschreven over de staat Gods. En dat is ook weer afgebeeld in de maquette die hij op zijn schoot heeft. Hier zien we hoe het gordijn is opgehangen aan een grote koperen roede. Die gehouden wordt door leeuwtjes, borstbeelden van leeuwen in de bek en met de klauw. Hier zien we de hoofdsponsor van de hele onderneming, de Lions. Die hier gememoreerd zijn door en het vignet en de twee leeuwtjes aan de uiteinden. En de andere twee hoofdsponsors, de aannemer en de Kamer van Koophandel, die worden hier herdacht, gememoreerd door twee voorgehangen medaillons die nog gemaakt moeten worden. Hier zien we de tracering, de ruïne. Van een model dat ik genomen heb uit de naastgelegen Mariakerk. De ruïne staat voor de oude wereld die in de betekenis van deze schildering bedacht door Bonnie Rademaker en professor Vos uit Amsterdam. Een betekenis dus die te maken heeft met het beloofde Jeruzalem. Deze tracering staat nog voor de oude wereld die vervangen wordt door de nieuwe wereld.